We Your Chemistry is een initiatief van de provincie Antwerpen, POM Antwerpen, in samenwerking met Essentia. En wij organiseren elk jaar einde maart een evenement waarin we een kleine 20-tal bedrijven uit de chemische sector, de life sciences en de kunststoffenindustrie, in contact brengen met werkzoekenden en studenten. Zij kunnen dat hier in zaal Stuurboord, naast de Schelde, vlakbij de Scheldelaan, komen doen. En ze krijgen in de loop van speedsessies de mogelijkheid om met dit jaar 18 bedrijven in contact te komen. En nadien verder te praten met de HR-vertegenwoordigers van de bedrijven om te zien wat de carrière-mogelijkheden zijn, de stage-mogelijkheden, maar ook de eindwerk-mogelijkheden binnen die bedrijven. Wat we vooral willen doen is jongeren kennis laten maken met de verschillende gezichten van de chemie in Antwerpen. Want het is niet alleen de Scheldelaan, de havenchemie waar we nu voor staan, die sector vertegenwoordigt. Er zijn ook bedrijven in het Mechelse, denk maar aan Axalta of Dupont, die veel jobkansen bieden aan werkzoekenden. En ook in de Kempen is een serieuze cluster van de chemie aanwezig. Al deze verschillende gezichten willen wij tonen aan jongeren om hen zo te doen nadenken over een eventuele loopbaan in de sector. Ik vertelde het al, de chemische cluster is ook aanwezig in het Mechelse, maar misschien nog wat onbekend en onbemind. Daarom mijn vraag, is het een goed idee om in te zetten op de chemische cluster, de chemische industrie in de regio Mechelen? En wat dan met de andere sectoren?